Nou, het is een kans voor Zuid om daar in dat gebied gewoon echt mooie dingen te ontwikkelen. En een stadion kan daar zeker een onderdeel van zijn. Dus u heeft vertrouwen in de plannen voor Feyenoord City? Nou, weet je, er zitten nog wel wat losse eindjes in. Nog lang niet alles is zonder risico en helemaal klaar. Zeker de mobiliteit niet. Nou, we hadden wel vertrouwen al in de nu uitgewerkte plannen. Dat ziet er echt een stuk beter uit dan in het verleden. Daar zijn we blij mee, maar we hebben nog een hoop vragen. En, we hebben... Nog steeds een hoop vragen? Ja, er zijn nog steeds een hoop vragen. We hebben een klein gedeelte daarvan nu beantwoord gekregen. Ja, ook gezien de tijd, we krijgen nu binnenkort deze week schriftelijk antwoord. En we kunnen nog extra vragen stellen. Maar ja, wij willen gewoon meer zekerheden hebben. En ja, goed, het college zal met de beantwoording daar ook voor gaan zorgen. Daar ben ik van overtuigd. Nou, als het op de financiën aankomt, dan liggen er nu een aantal zekerheden die er een aantal weken geleden nog niet lagen. Dus dat gaat al de goede kant op. Maar er komen ook weer nieuwe vragen op. Met dit position paper wordt de gemeente aandeelhouder in de huidige Kuip en in het nieuwe stadion. Dat heeft ook weer allerlei financiële consequenties. Daar moeten we heel goed naar kijken of dat de gewenste ontwikkeling is. Maar niet alles is dicht te timmeren. Er moet ook een keuze gemaakt worden. Er moet een keuze gemaakt worden, maar op het moment dat je het over 135 miljoen belastingeuro's hebt van de Rotterdamse belastingbetaler, dan moet je daar heel zorgvuldig mee omgaan. Het is een van de grootste ontwikkelingen uit de naoorlogse geschiedenis van de stad. Daar mogen we echt wel even de tijd voor nemen om het goed te doen.